Minister Marciano da Saai van Rome bezocht op 20 januari de Matawai-regio op uitnodiging van het Amazone Conservation Team ACT. Het bezoek ondersteunde de inspanningen van ACT met focus op dorpen zoals Pusugrunu en Betel Sukibaka. De minister benadrukte de waarde van ACT's werk in het Matawai-gebied en het belang van samenwerking met de SBB, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. Het bezoek benadrukte de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om de uitdagingen van milieubehoud, economische ontwikkeling en lokale behoeften in het Matawai-gebied aan te pakken en biodiversiteit van de Amazone te behouden. Het ministerie van Openbare Werken voert momenteel het Makandra-project uit in samenwerking met het Koninklijke Nederlandse Meteorologische Instituut. Tegelijkertijd wordt ook de Systematic Observation Financing Facility geïmplementeerd. Het Makandra-project bevordert kennisuitwisseling tussen Suriname en Nederland, gericht op het opzetten van een Early Warning System en versterken van meteorologische kennis SOFF. Een VN-fonds ondersteunt Suriname om de datakloof voor klimaat- en weerobservaties te dichten. Suriname krijgt steun om de GBON-naleving te behouden. GBON staat voor Global Basic Observing Network. Daarnaast krijgt ons land toegang tot verbeterde weersvoorspellingen en klimaatanalyse. Met KNMI als adviseur en UNDP Suriname als uitvoeringsidentiteit. In het kader van het Country Engagement Framework voor Suriname 2024-2026 heeft minister Reshma Kuldeep Singh van het ministerie van Economische Zaken een delegatie van de Islamic Development Bank ontvangen. De delegatie voert een missie uit in Suriname, waarbij gesproken wordt over beleidsprioriteiten rond economische diversificatie. De missie loopt van 22 januari tot en met 2 februari 2024. De ontvangst vond plaats op 23 januari 2024 in de vergaderzaal van de minister.